Een milieuvriendelijke droger is meer dan alleen energiezuinig. Deze heeft ook een lange levensduur en tijdens deze lange levensduur blijft hij zuinig in gebruik. Dus bij het kiezen van een nieuwe droger is het belangrijk dat je let op een aantal zaken. Als allereerst, een warmtepompdroger is energiezuiniger en daarmee dus ook milieuvriendelijker dan een condensdroger. En daarnaast is het ook belangrijk dat je let op de energieklasse. Een milieuvriendelijke wasdroger heeft een label A++. Tijdens het opwekken van energie komt namelijk CO2 vrij. En met een A++ model gebruik je zo min mogelijk stroom en belast je het milieu zo min mogelijk. Dan even over de bouwkwaliteit van een droger. Midden- en topklasse kwaliteit drogers gaan vaak langer mee, waardoor er dus minder nieuwe drogers gemaakt hoeven te worden en dus ook minder grondstoffen worden gebruikt. Bovendien worden deze drogers gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen, zoals roestvrij staal. Nou, en tot slot, en niet geheel onbelangrijk, vel en pluisjes op de condensor zorgen ervoor dat een droger minder goed droogt, er langer over doet en het is niet zo energiezuinig. Nou, om dat te voorkomen is het belangrijk dat je let op een droger met een zelfreinigende condensor. Doordat de droger zich tijdens het drogen spoelt, is het niet alleen milieuvriendelijk, maar je bespaart ook nog eens tijd.